Ja, het is toch gewoon buitengewoon vernederend. Dat zo iemand van de elite, die ziet dat inderdaad het klimaat aan het opwarmen is. Die wil daar wat aan doen, maar vervolgens wil ze er zelf niks aan doen natuurlijk. En dan denkt ze, nou, ik heb in ieder geval genoeg geld. Dus misschien kan ik mijn verantwoordelijkheid soort van afkopen. Dus laten we met ten eerste een of ander eng plan komen als een CO2-budget voor iedereen. Maar vervolgens ook ervoor zorgen dat ik in ieder geval nog wel business class kan blijven vliegen. Dus dat ik met mijn geld die rechten kan kopen van mensen die dat niet kunnen betalen. Ja, dus haar leven zal er waarschijnlijk helemaal niet anders uitzien dan zo'n CO2-budget zoals zij dat wil worden ingevoerd. En dan heeft ze toch het gevoel dat ze iets aan het doen is tegen klimaatopwarming. Heeft ze nog een extra positief gevoel dan overgehouden ook. Dus enerzijds wereldvreemdheid. In mijn buurt komen, zeg maar. Ik woon in Amsterdam-Nieuw-West. Ik kan me niet voorstellen dat zij echt weet wat hier in dit soort volkswijken in Nederland, maar ook in allerlei andere plekken, dat wat daar speelt. Maar tegelijkertijd ook onwil om te beseffen dat als ze daar echt iets aan zou willen doen tegen de klimaatopwarming, dat het probleem niet bij de gewone man ligt, maar bij de elite. Dus dat de meeste kilometers worden gevlogen, niet door de gewone man die op vakantie naar Spanje gaat, maar door de zakelijke veelvlieger, door haar vrienden en jaarclubgenoten waarschijnlijk. En dus dat is het grootste probleem, dat als je daar echt iets aan zou willen doen, dan vraagt het ook iets van haar. En als ze dat niet wil inzien, dan heeft ze tegelijkertijd ook een beeld, ja, die arme mensen in al die volkswijken, die kunnen ook wel wat geld gebruiken. Nou, 1+1=2, een ivoren toren oplossing. Waarom vind je dat vernederend? Omdat het ten koste gaat van de vrijheid van. Mobiliteit is ook vrijheid. Hè? Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Als jij lang hebt gespaard voor iets, of als jij gewoon de mogelijkheid hebt om een reis te maken, of je wilt gewoon simpelweg met de auto ergens heen gaan, dan is dat een stukje vrijheid. En zij zegt eigenlijk van, omdat ik geld heb, mag ik mijn vrijheid behouden, maar dan leggen we andere mensen vrijheidsbeperkende maatregelen op. Want het klimaat kan het nou, ons aardbol kan het eenmaal niet meer aan. Maar zij gaat niet veranderen, dus dan legt ze vrijheidsbeperkende maatregelen aan anderen op. We zagen er allemaal de bevestiging in van, zie je wel, die QR-pas waar we allemaal ingedwongen werden en die alles een controlemechanisme voelde en op eerste stap op weg naar surveillancemaatschappij. We bouwen dus gewoon lekker verder. Nou, inderdaad, je mag je geld alleen maar uitgeven waar de overheid vindt dat je het aan uit mag geven. En als je te dik bent, mag je geen cola meer kopen en je mag geen vervuilende auto rijden, je mag geen benzine tanken of maximaal 100 euro per week of zo, weet ik veel. Zijn we daar nou wel of niet op weg naartoe? Wat is jouw gevoel daar nou bij? Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Omdat ik dus als rapporteur spreek ik heel veel mensen ook achter de schermen. En er zijn heel veel technocraten in Frankfurt bij de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een digitale euro. En ondanks dat wij hier in Nederland een motie met grote meerderheid hebben aangenomen, die bijvoorbeeld zegt van, oké, wij willen anoniem betalen, dat het mogelijk blijft. Wij willen dat dat geld van de toekomst niet programmeerbaar wordt. Hoor ik toch allemaal geluiden achter de schermen. Ja, maar misschien moet het in de toekomst toch kunnen. Misschien moeten we het toch mogelijk maken in de toekomst. Dus dat ze het niet bij voorbaat willen uitsluiten. En nogmaals, dus niet omdat ze erop uit zijn om ons allemaal tot slaaf te maken, maar vanuit een soort morele verhevenheid, dat zij het wel beter weten. En dat zij de goede bedoelingen hebben, want klimaat, want volksgezondheid, want criminaliteitbestrijding. Ze denken echt dat ze daarmee de samenleving een plezier aan het doen zijn. Ja. En tegelijkertijd zijn ze dus heel fout bezig. Dus ik doe mijn best om dat allemaal te bestrijden. Ook om die beslissingen die, als wij er niets aan doen, dat die achter de gesloten deuren plaats zouden vinden, probeer ik daaruit die achterkamer te halen en naar in het democratisch debat te laten plaatsvinden. En dat lukt hier en daar, maar ik moet er wel heel veel moeite voor doen. Dus het gaat niet vanzelf. Als ik niks zou doen, zouden zij gewoon dat soort knopen doorhakken zonder dat iemand door zou hebben dat die doorgehakt worden. Maar weet je, dit is, we hebben dit natuurlijk al heel vaak gezien. We stemmen tegen de Europese grondwet en hij komt er toch. We stemmen tegen Oekraïne bij de Europese Unie, maar ze komen er toch bij. Maar het wordt gewoon helemaal niet gesnapt, toch? En dat is wel zorgwekkend. Dat is ook natuurlijk de reden waarom ik dat boek heb geschreven. Weet je, ik ben volksvertegenwoordiger, dus ik ben helemaal niet op uit om boeken uit te brengen. Maar omdat ik nou door had van, hey, dit gaat echt tussen wal en schip raken en we worden er soort van ingerommeld, wilde ik bewustzijn creëren. En dat lijkt wel enigszins te lukken, dankzij dat boek. Maar alleen maar tot nu toe bij de mensen die het gevoel hebben, inderdaad van, hey, hier is iets aan de hand. Zware man en Van Veldhuizen pakken de zomer vol op zijn bek.